Alzheimer jenever. Een hele bijzondere jenever, want die is al echt oud. Die is bedacht door onze grondlegger Simon Rutte, eind 19e eeuw. En dit is bijzonder omdat hier en veel graan in zit en maar liefst 12 botanicals. En die 12 botanicals, daar zijn hele gewone bij, zoals jeneverbes, maar ook hele bijzondere. Er zit bijvoorbeeld foelie in, er zit selderijzaad in. We maken een extract van johannesbrood en van zoethout. En we distilleren noten en dat is heel bijzonder. Je ziet hier walnoten, maar we gebruiken ook hazelnoten en die roosteren we. En daarna distilleren we ze, zodat je die ontzettende lekkere notensmaak krijgt. Maar je voelt die noten ook doordat je een fluweelzacht gevoel krijgt in je mond. Hoe drink je Old Simon? Nou, je kunt het natuurlijk puur drinken. Dat is erg lekker, vind ik zelf, omdat je dan echt die smaak proeft van dat hele fluweelzachte. Wals ermee. Ruik er lekker aan en dan heb je al die verschillende botanicals in je neus en het graan. En dan kun je een lekker slokje nemen. Heerlijk. Maar wat ook leuk is om het te combineren met een hapje. Komijnenkaas is ontzettend lekker bij deze jenever, maar bijvoorbeeld ook een stukje worst. Dit is puur, maar wat ook leuk is om te proberen is in de mix of in een lekkere cocktail. Denk bijvoorbeeld aan een zomerse cocktail met lemonade of een warme cocktail in de koude winterdagen met appelsap. Proost!